Er zit nog iemand in. Hij is dood! Hij is dood! Waterpistool! Kom op, heren. Er zitten nog wat mannen dapper de radiostation te verdedigen. Die moeten we even helpen. Dat kan je vanaf daar zien. Maar als je daar net om de hoek komt, dan kan die al zien. Hij kan mij niet meer dan. Ik weet niet waar die zit. Ik weet niet waar die zit voorbij het radiostation dus. Ik moet maar even veilig gaan stellen, want er zit nog maar één man van ons bij de radio en de laptop staat er wel. Ja, daarom. Ja. Dan mogen we weer. Ja. Ja, dan moet hij roepen.
ziet ze vliegen. Je ziet ze al deze kant op geschoten worden. En was de. Was HQ nou. Blauw. Blauw. Ik snap dat niet, man. Ik snap dat niet hoe hun iedere keer daar komen binnen 20 seconden. Je haalt ze weg en ze zijn dood. Ja. Careful, ze schiet op deze kant. Nee, die gozer is dood, die loopt weg en die zegt tegen smaat, daar zitten ze. Beter van deze kant op, als ze allemaal dood zijn, dan horen ze niet te schieten. Nee, maar er zit er nog eentje achter. En die kan alleen maar over deze strook zo schieten. Als wij het hout ertussen houden, komt het wel goed. Als die hier omhoog komt, dan zie ik hem, dus je kunt optrekken. Visual. We hebben er twee hier uitgeschakeld. What the fuck? Het is een beetje vast. Lach, 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 lach.
doorlopen. Nee, maar die gozer die had een shirt om, zag jou deze shirt af. Terug. Ja. Dus je stond gewoon in de span. Blijven ze mij opschieten, hè? Ja. Hij trekt terug. Hij trekt terug. Die trek ik terug. Mooi. Niet dat ik kan zien. Ik kan hem niet zien. Oh, daar. Is er nog één achter? Goed? Ja. Hey. Veilig. Hij is wel veilig, ik zeg echt niet, er zit wel een kut zeker. Kijk zo, ik wil je de onderste boom doorzien. Dus, ja, nu kijk je naar hun, maar. Is die tank van ons? Ja. Tank van ons. Succes, jongen. Hoe gaat die wagen er nou zo onder nul, hoor? Ja, die heeft... De links wel in de gaten blijven houden, want dan kunnen ze heel makkelijk oplopen. Zie je, daar komen ze al. Komen de mensen twee aan. Ja. Dook, Yesobani, over. En? Delta 2, hoor je mij?
Dus hij is hier mooi dicht genomen. Ik kan dood niet krijgen op de radio, dus hij kan niemand informeren. We hebben het hier aardig vastgesteld hier. We hebben het wel aardig uitgeruimd hier. Dus je hebt... Alleen wij hebben gestaan niet meer in communicatie met de rest van het team. Okay. Die zitten waarschijnlijk ergens te sluipen. Dus als iemand kan doorgeven dat de linkerflank van de silo veilig is. Ik weet niet of die jullie komst hebben. Nee, wij niet. Ja, wij wel, maar... Reageert niemand. Zullen we waarschijnlijk even uitstaan omdat ze dicht in de buurt van de tegenstander zitten. Op zijn schouder, en hij zal het niet meer. Ja. Houd toch even niet accepteren, is zo'n soort gedrag. Moet die laptop nog naar de silo? Nee, die is er al. Die is er al, oké. Dus wij hebben eigenlijk al onze objectives hier gedaan. Ja. Mooi, dan houden we ze hier in bedwang. Ja, we kunnen Ja, oké, maar dan kan de rest van de teams kunnen hun objectives op de andere kant van het veld doen. Wat moeten wij nu nog doen dan? We verdedigen dan? Nee, we hebben al onze objectives. We hebben de laptop in de silo en we hebben de silo veroverd. Waar zien we dan? Omdat... Blauw of blauw? Blauw zit in de silo, wordt mij net verteld. En de laptop is er ook al gebracht. Ja, maar we moeten Marshall dan niet ondertekenen ergens ofzo? Ja, weet ik niet. Gaat die jongen? Ja, mijn knie jongen. Ja, dat is kut hè. Daarom sta ik nu ook even. Haal je niet. Nee man. Ik zag ze ver voor hem vallen. Ja. Maar volgens mij is dat blauw. Nee, dat is niet blauw, want die... En ik zit met zo'n grote G36, die zit niet op blauw team volgens mij. Ja. Moet even wisselen van positie. Hey, welkom terug. Daar is het weer. Zorgen dat ze niks, dat ze hun teamgenoten niet kunnen helpen. Volgens mij is dat hun span daar recht vooruit doen. Ja. Misschien blind hangen. Dat is ook hun span. Hun span zit hier achter. Ja. Weet ze eigenlijk hoe wij ons gevoeld hebben de eerste helft van de dag? Hoi! Ik zag je huisje niet, man, sorry. Was heel dood. Ja, of een mankement of zo, weet ik het. Sorry man, ik zag je huisje niet. Wat? Sorry man, ik zag je huisje niet. Oh nee, ja, niet op schouder. Wist je, dat was ik niet.
Dat is erbij klopt. Wat is de bedoeling? Verdedigen. Nee. Roodzieken. Kijk, als die spawnpoint nou veroverbaar was. Ja, dan hadden deze helft van de goed. Dat is gewoon een spawnpoint. Ja. Ja. Vandaar dat ze altijd zo dichtbij al zijn. Ja, dan heb je toch iets meer automatisch nodig om het onkruid weg te halen. Blauw! 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 Neither am I. Nee, ik dacht dat ik een kop zag, maar... Ja, we zijn wel rood te zitten. Ja, het zit echt in een... Het zit echt in een spawngebied. Hij is niet wet! Geef je over! Prachtig. Ja, Marco, ik denk dat ik dit gedeelte van de video noem weedwhacking with a watcher. Weedwhacking. Ja, de rode kant. Yo! Hij gaat... Dat is een span helemaal niet. Jawel, daar hangt dat lint tussen. Ja, en daar hebben we Team Charlie van ons die al de hele dag hard aan het vechten is. In principe, de targets daar hoeven niet meer te verdedigen. Hè? Die hoeven niet meer te verdedigen, maar als we kunnen stoppen dat ze doorbreken naar de ammo dump en naar de fuel dump, of in ieder geval de fuel dump. Ja, die is nou de fuel dump. Bij de ammo dump liggen volgens mij de explosieven die ze moeten hebben. Ja. Dat is wel Amerikaans zo, hè? Zo'n beetje lopen. Ja. Een beetje te creëren. Dat blauw voor hem. La 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 la. Ik hoop dat je portemonnee bij hebt, je moet vol betalen hier. Oh, dat is niet zo groot. Ja, ik vind het niet zo groot. Godverdomme, je moet geet in de tas zitten. Ja, je loopt de hoek om en ik word meteen geraakt. Dus, Ja, er zit hier vijf, link, vijf rood links, die zijn er net erin gelopen. Ja, oh, tol, doe die grens eens dicht, joh. Oké. Okay. Dan kunnen we die niet draaien, oh, dat is jammer. Dat kan wel. Maar heel veel gek. Ja, je kunt er bovenop zitten. Ik wel. Als ik er doorheen pas. Godtering. De kinderspeelplaats. La la la, de kinderspeelplaats. La la la.
Volgens mij is die niet echt stabiel. Wat, ben je niet zo stabiel? Nou, ja. Ik heb me toch gedacht, ik ben nooit stabiel geweest. Ja, dat is waar. Ah, kijk, de bodem die ton wil betalen. Ja. Heeft een nieuwe riep van? Nee. Dit is een restpunt. Ja. En genezingspunt. Restpunt, Charlie. Ik lang wachten voordat ik weer mag. Nee. Meer dan 3. Genezingspunt. Ja, ga niet meer. Oh, je bent gewoon helemaal. Ja. Wordt ingestraald. Contact, rood. Geef die radio. Daar lopen ze. Ja, moeten ze niet deze kant op schieten? Ja, ik ga er wel zo. Sneaky aan. Als je het bandje niet kan zien, zeg dan gewoon dat je het niet weet. Hey, als ze schieten zijn ze rood. Als ze schieten zijn ze rood. Ja, gewoon bij jou moet zeker. Als ze schieten zijn ze rood. Hey, er is iemand aan het bellen. Ja, we horen het. Lijkt voor... Heb je contact? Hey, Doak, als je toch gaat bellen. Witte rijst, zijn kipse thee. Ja, 108 met rijst. Ja, op de VIP-missie na dan, dus is de rest van het team mee bezig. We hebben contact rood op links. Ja. Contact rood op links. Oh, Marco, vanavond gewoon even een berenklauwtje met z'n theesaus halen, als we op tijd thuis zijn. Berenhap bedoel je? Nee, dat heet een berenklauw. Oh goed, ja, ga ik even. Wat zijn dat een verschillende ding hoor. Berenklauw is crispy. Kun jij daar nog wel eens zien? Nee.
in contact. Die is volgens mij al dood. Waar? Ja, er loopt eentje terug. Ja. Maar... ik denk dat jullie beter zicht hebben dan ik, hoor. Want ik kijk zo op de, begroeiing. Nee! Nee! Jammer, joh. Je hebt het gedaan. Ik zag hem gewoon om. Ja, sorry, man. Wat? Moet er even twee doodgaan, als zit Marco de hele tijd in de dingen. Komt er alleen aan, Marco. Oké. En nummer 2. Pak hem weg. Ik zie hem niet. Komt eraan. Waar zie je? Oh, daar is nog iemand voor jullie. Ja, weet je, ik denk ik maak de foto compleet.